Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Want er gebeurde natuurlijk wel een hele hoop, ook minder leuke dingen. Maar er is natuurlijk maar één ding dat echt telt. En dat is het WK voetballen. En dat is nog niet eens begonnen, dus er is geen echt nieuws. Al wordt er wel veel over gepraat, dus dan doe ik dat ook. Alles moet wijken voor het voetballen. Deze week waren er twee belangrijke rechtbankvonnissen. De MH17 en de moord op Carlo Heuvelman. Die hebben ze nog net voor de WK bekend kunnen maken. Thijs Reumer in opspraak. Tja, een kleinzoon van de Kok. Is al snel verdacht, maar als straks als Frenkie de Jong een gekneusde teen heeft, dan zijn we de Teletubby van Thijs meteen vergeten. Alles moet wijken voor het voetballen. Dat weten wij hierbij in de kantine, maar al te goed. Luister, ik hou zelf erg van het spel Johan Cruijff, die ik goed heb gekend. Zei ooit het volgende over mijn kansen op een basisplaats van Oranje. Ja, maar zelfs is een hele goede vriend van mij. Zijn jongen wie dus door omstandigheden het Nederlands elftal niet heb gehaald. Omstandigheden waren dus niet kon voetballen. Maar dat is logisch, dat zijn dingen wie je weet. Ik houd dus erg van voetballen, maar je kan er de klok op gelijk zetten dat net als in dit programma een steekhoudend debat zijn climax nadert. Net als we op het punt staan grote problemen op te lossen. Net wanneer felle tegenstanders tot elkaar lijken te komen. Dat er dan gescoord is in Volendam of Waalwijk. Of dat er in Leeuwarden een VAR met de besluitvaardigheid van Mark Rutte actief is. En dat wij dit minutenlange proces nog even meepikken. Afijn, vertel ons niets over de importantie van voetballen. En ik zie Wieger nu helemaal glimmen. Hij zal het helemaal mee eens zijn. En anders wil de voorzitter van de FIFA invallen. Ik hou van voetballen. Ja. Maar goed, Infantino geheten, ons dat nog wel even duidelijk maken. Deze man heeft inmiddels in zoveel dictatoriale landen toernooien georganiseerd dat hij bij de herverkiezing straks de enige kandidaat is. Die heeft dus zijn eigen leerproces, maar dat is logisch, dat zijn dingen wie weet. Infantino deed een oproep aan alle strijdende en onderdrukkende partijen in de wereld om even te stoppen met elkaar af te maken, om samen gezellig naar het voetballen te kijken. Goed ook voor de kijkcijfers, want die staan met name in het woke Westen nogal onder druk. Mensen beweren niet te gaan kijken omdat Qatar een eng land is, waar niet alleen balcontrole belangrijk is, maar laten we zeggen alcontrole. En alcoholcontrole, want de supporters mogen niet zuipen in het stadion. Dat zal voor fans van bepaalde landen niet makkelijk zijn, want er zitten teams bij die het liefst niet in actie ziet als je nuchter bent. Of Nederland daarbij hoort, is nog even afwachten. Maar van de Belgen bijvoorbeeld hebben we niets te vrezen. Zij kregen namelijk tactische aanwijzingen van hun koning Flip, die niet als het grootste licht der mensheid bekend staat. En daarom misschien ook wel terecht koning der Belgen is. De laatste oefenwedstrijd van de Belgen tegen Egypte werd om te beginnen verloren. Ja, ik volg het allemaal. Er was geloof ik nog iets anders in Egypte deze week, maar dat kan nooit zo belangrijk zijn als voetbal. De kans dat onze vorst het Nederlands elftal desastreuze adviezen komt geven, is na het instellen van het alcoholverbod in de stadions gelukkig heel klein geworden. Qatar wil de wereld laten zien wat voor een geweldig land het is. Waar je prima handel mee kan drijven, dat een lekker gasbelletje heeft, verzakkingen in de woestijn zijn geen probleem en waar je als je geld hebt in luxe kan vertoeven. Dat heet sportwashing. Maar het wil nog niet zo lukken. In de voorbeschouwingen worden nu nog op satirische wijze de mores van het land meegenomen. Hoe wordt hier een penalty voltrokken? Is elke opbouw in Qatar niet sowieso levensgevaarlijk en is mandekking hier wel toegestaan? Maar vanaf morgen rolt de bal en dan begint het circus echt. De stemming is nog niet zo echt oranje-maniakaal. Zullen de amateurvoetballers straks zoals gebruikelijk massaal voetbal kijken in de kantine? Ik denk het niet, want bij de meeste kantines is het gas inmiddels afgesloten. Wat je ook van het WK in Qatar vindt, het is in ieder geval een leermoment. Het gaat niet om de bal, het gaat om de ballen. Alles wijkt voor het WK, maar ondertussen woedt de oorlog verder, kookt de planeet over en is er op allerlei andere plekken grensoverschrijdend gedrag. Oftewel, de wereld draait door! In de kantine. We hebben ook oranje lichtjes, hè? Gezien? Ja, dat